Wij hebben als bericht binnengekregen dat wegens bijzondere omstandigheden het Hof niet in de gelegenheid is om vandaag de uitspraak te doen. En heeft daarbij dus een termijn aangegeven en dat termijn is dus verlengd naar 5 november, dacht ik. En heeft u vanuit uw kant gevraagd en is het gebruikelijk dat het Hof dan antwoord gaat geven daarop? Waarom? Nee, ik heb niet aan het Hof gevraagd wat de bijzondere omstandigheden zijn, omdat je dus dat respect ook opbrengt. Voor mij is voldoende dat het Hof heeft aangegeven dat het om bijzondere omstandigheden gaat en daarmee volstaat. En is dit juist in het voordeel of nadeel voor u en uw cliënt? Voor mij is het, ik zie het als een voordeel. Hoe meer tijd aan de zaak wordt besteed, hoe beter voor mij. Hoe kijkt u naar het feit dat uw cliënt nu op de lijst van Interpol is geplaatst? Nou, dat is vanaf vorig jaar gezegd dat dat zou gebeuren. Mm-hmm. We hebben uitgekeken naar het moment. Ik zelf persoonlijk als advocaat van meneer van de ex-minister twijfelde als dat zou komen. Maar het blijkt dus dat het moment toch gekomen is. Dus we gaan kijken naar het vervolg hiervan. Is dat misschien een beetje lastiger voor u? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. En ten aanzien van die zaak... Er was nog een andere zaak aangehangen gemaakt door u en mevrouw Laldi, ja. Tegen het parlement, dacht ik? Ja, tegenover, wij hadden de zaak dus naar de rechter gebracht, ja. Om te oordelen als dus de tweede in staat van beschuldigingsstelling van de wet is geschied. Ja. De partgedingrechter is de mening toegedaan dat formeel niks aan de hand was, dus wij zijn dus naar het Hof gegaan. En het Hof heeft de zaak dus nu reeds in behandeling genomen, dus het is nu het proces afwachten. Om te kijken wat het Hof daarover zal beslissen. Zal dat misschien de reden zijn geweest voor het uitstellen van de uitspraak? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, omdat, althans voor mij is dat geen reden. Omdat het om twee rechtsgebieden gaat die los van elkaar staan. Civielrechtelijk hebben we aangegeven dat er niet volgens de wet is gehandeld. En strafrechtelijk hebben we te maken met een dagvaarding.